Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Martin en ik neem je vandaag mee op de boerderij. Wat gaan we vandaag doen? We beginnen vandaag met voeren. Het allereerste belangrijk is een kop koffie. Ik zit nu ook aan een bak koffie. En we gaan straks voeren, uiteraard de kalveren en de pinken. En ik hoop dat het bij je mooi weer blijft. Ik ben bang dat het een beetje grijzig buiten, maar wolkjes. En ik hoop dat het vandaag nog een beetje een mooi werkdag wordt, want dan kunnen we lekker op het land. afgelopen week hebben we niet gewerkt. Vandaag wel, dat is mooi. Ja, vandaag gaan we weer aan het werk. Volg ons kanaal op Facebook, Twitter en Instagram nog niet. Doe het even. De links zie je in de beschrijving, hieronder in de beschrijving. En wij gaan beginnen. Wij gaan over 3, 2, 1 en we zijn nu. Goed, we zijn nu op de boerderij, jazeker. Heerlijk. Al die koeien naast me. Lekker eer. We gaan straks op het land aan het werk met de trekker. We moeten palen door u trekken. Dus dan gaan we dat zo meteen. Maar ook weer eens een keer doen. En de kalveren die staan er ook weer keurig bij. En de schone stal. Maar die liggen lekker op de grond. Die schuiven ze ook nog niet aan de west, denk ik. Maar slecht. Hey dames. Ik. Ik doe nog een sigaretje en dan gaan we aan de koffie. En dan gaan we beginnen met voeren. En daarna gaan we wel zien wat we gaan doen. Ja, schadeboot. Kijk. Hey, heb je al gelijk af te likken? Hey. We zijn er gewoon weer, dus we gaan ze op dit begin met voeren en dan zullen we wel zien wat we gaan doen vandaag. Jongens, het was straks, hè, met voeren. Heel, we zullen de beugel met hem afdoen. Is niet nodig. En we gaan zo beginnen met voeren. De dames die gaan wat eten krijgen zo. Ik leg mijn spul vast in de trekker. Maar straks gaan we naar het land toe, om 10:30. Dan gaan we een paar andere uur rondtrekken. Moeten we even wat dingen aanpassen aan de trekker. Van de bak moet eraf en de kabel moet eraan. Dus, kijk maar de kruiwagen staat, die staat er al. Dat is mooi. En we gaan beginnen met voeren, zou ik zeggen. Dus, we kunnen niet alles filmen op het land, we moeten samen met iemand aan het werk. Dus ik weet niet of het helemaal lukt. Maar als het kan, dan zal ik wel eventjes hier wat filmen. Onderweg misschien nog wel eventjes. Als ik naar het land toe ga, dan film ik wel eventjes. En dan, nee, dat is de kruiwagen eigenlijk niet. En maar goed, als ik zo naar het land ga, dan film ik alleen onderweg, want we kunnen niet echt filmen. De werkzaamheden, want we moeten samenwerken. En we mogen niemand in beeld brengen voor de rest, alleen ik. Dat is ook wel logisch. En dan kun je weer met die regeltjes. Ja, goed kijken. Hey meisjes, we gaan weer eten vandaag, hè? Ja. Hier, maar kijk. De dames staan weer mooi paraat. Hé, hey, dat is dus niet de bedoeling volgens mij. Wat hebben ze hier gedaan? Even kijken, maar hier staat de deur los. Oh, dan kunnen ze dan naar binnen ook nog. Oh. Geen idee. Nou, ik ga beginnen met de bak en volgooien. En dan gaan we aan de slag. Oh, ja, trouwens hier, hè. Hier kunnen ze naar binnen toe. Nou. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar het zal wel. De bak zit vol. Dus wij gaan beginnen. Dus tot zo. Tank is leeg. Dat betekent even tanken. Zo, kijk, een stekker die zit er al in. Is hij net gevuld, hè? Shit, we hebben een probleem. Dat kunnen we wel proberen. Hij is net gevuld. Maar zo hoor. Hij is net gevuld. Zet het ding maar even snel uit. We gaan hem even goed zetten. En dat is gewoon met afdraaien en dan even loshouden. En als het begint te spoilen, dan dichtdraaien. En dan doet het weer. Dus we gaan even beginnen. Dus, we zijn al aan het tanken. Ik heb een camera wat anders gezet. Ik zet het helemaal onder. Moest hem een beetje schoonmaken, mijn gezicht. Dus ik heb die onder de benzine.
En mijn handen vast, zo vooral een beetje uitwassen. We zijn nu aan het tank. Heerlijk! Even snel kijken hoe ver de folder zit. Godverdomme. Haptee! Hij is weer vol, dat is mooi. Oh, dat ding. En even mezelf een beetje wassen. En mezelf een beetje schoonmaken. Voordat ik mijn aansteker, mijn sigaret ga opsteken. Een beetje schoon zijn. Dus. We gaan de bak even leegmaken. Af aan. Zo. Mooi vol. Ik zie je zo. Naar het land. Ik weet alleen nog niet waar mijn collega is gebleven, maar dat maakt niet zo uit. Zo, we gaan naar het land. Maar zie maar voor de taal doet het hoeveel er mag gebeuren. Dan verjaardagskroeg uit van mijn baas. Een luchtje of een deel van land en een andere loop voor gegeten. Nou, ik ga naar land toe, jullie zien me straks wel. Yo. We zijn op het land bezig met de paal naar Utrecht. De eerste paal er al uit, dat is een feit. We proberen alle palen vandaag vooruit te trekken, dus dat het komt. Mooi weer, dus we gaan alle palen volledig eruit trekken.
zijn we klaar mee. We gaan ook naar de andere kant van het land en dan gaan we daar verder. En, ja, we moeten nog wel even doen om weer de weer vandaag af te krijgen. Ik weet niet of het leuk is in mijn vrienden. Ik weet niet of het lukt om het helemaal af te krijgen. Maar ik hoop het wel, maar dat is wel belangrijk. Zo, we zijn nu een pauze aan, want mijn collega die gaat hem terug naar de boerderij om de paal weg te brengen. De basmaaier. Ja, we zijn al bezig hier met de paal. Ik zal ze bladzien. Ik sta erin. Ah. Even kijken of we de paal kunnen vinden. We zijn hier aan de zijkant, er zijn allemaal paal, die moeten er allemaal uit. Er zitten twee paal, nou, hier kan je wel goed zien, hier zit nog een paal erin. Hier, waar mijn voeten zitten. Ik ben nu aan het kijken. We hebben twee palen erin zitten in de grond. Dat ben de bruine paal, die moet blijven zitten, maar dat is voor de spanning, voor de kabel, voor de stroom. En ik kan hem niet zo snel paaltje vinden eigenlijk. Voor me. Maar er zijn twee palen zitten erin. En die andere paal die moet eruit. Maar dan komt. Ja, ik zal hem kijken, man. Ik zie nog een paaltje staan. Nou. En dan met deze kabel trek ik hem eruit. Dus dat is wel mooi. Dan heb ik die paal zo. Ah, mooi hier op de land. Oh, heerlijk. Ja, mijn collega's hebben dus even terug naar de boerderij om even wat. Die paal weg te brengen, maar anders wordt het te veel in elkaar, dat is ook niet goed. Dus. Ja, het werk gaat goed, ja. Ongeacht hoe of wat. Kijk,
Vooral we naar de Ruud, maar we moeten proberen zoveel mogelijk eruit te trekken. Dus we zijn er wel in bezig vandaag. Een paar weken geleden hebben we ook al heel veel eruit getrokken, maar nu gaan we verder. Dus, ja, hoe is het? Maar het land mag ook niet te net zijn. Als het land te net is, dan kan je ook niet meer de trekken erop en dan krijg je sporen en dan kan het land kapot gaan. En dan krijg je ook wel sporen op het land, maar niet zo erg als het net bent. Weet je, als het net is, dan krijg je heel veel sporen op het land en dat is ook niet goed. En op zich, ja, je hebt wel wat sporen. Ze hebben hier ook recentelijk gesleept volgens mij. Zo te zien, dus ga eens even koffie pakken. Handig aan je koffie metnemen. Ja. Lekker rustig zo, ja. Eerlijk. Eerlijk rustig. Ja, maar god, dat is lekker. En dan denk ik, heel veel mensen denken, vooral de mensen die in de stad denken, oh jongens, wat is het zo rustig hier. Ja, maar dat is het ook. Plattenland is altijd rustig. Nou ja, rustig is niet altijd, want je hebt ook altijd wel met plattenland is ook dat gewoon heel druk is met landbouwverkeer. Dat heb je sowieso al. Op plattenland. Dat kan ik je verzekeren, dat gebeurt overal. Je hebt meer stankoverlast van bemesting. Kijk, en dat is een dilemma waar we mee zitten. Ik heb wel eens meegemaakt recentelijk. Nou, kwamen mensen in het dorp te wonen, op het platteland. En die hadden een boerderijtje gekocht. En die kwamen in één keer klaar over de overlast van de trekker, van de melkmachine, wat ze man om 4 uur aangaat. Over de stankoverlast. En toen zei ik, nou beste mevrouw, als je nou een beetje slim bent, ga je verhuizen. Dus ik, ja, ik heb net huizen. Ik zeg, beter ga je verhuizen. Want als je hier gaat wonen op het platteland, dan is het altijd toch wel, ja, laat ik het zo zeggen. Het is, je hebt altijd last van de trekkers, wat landbouwverkeer wat langs rijdt. Nou, binnenkort heb je ook weer landbouwverkeer, want dan krijg je weer het maaiseizoen. Dus dan gaat tot s'avonds 11 uur s'avonds deur tot een uur of 11 vanaf smank 7 uur. Dus, ja, dat is wel belangrijk. Ja, dat hou je gewoon. Weet je, je kan voor rust, ja, maar het is wel rustig. Maar je hebt ook heel veel labbouwverkeer, dus ja. Ja. Ik ga ze even koffie zetten, dan kom ik zo meteen weer bij je terug. Tot zo. Nou, dat is niet. Gaan we het even naar het einde weer verder om 1 uur. Dus we gaan naar het einde en dan komen we zo meteen weer terug. En dan is om en ik kom weer naar het land, want ik moet weer verder werken met de bouw. Dus we gaan weer aan de slag. Yo! Goed weekend en tot de volgende keer. Adios!